De geschiedenis wordt niet geschreven door mensen aan de zijlijn, maar door hen die zich laten gelden. Wij moeten nu de krachten bundelen. Dit is het moment om onze toekomst mooi te maken. Een alternatief voor het Nederland van de hitsers en de splitsers. Wij moeten laten zien dat er nog altijd miljoenen mensen zijn die samen vooruit komen. Die samen vooruit willen. En als ik de eer heb om in de komende week uw vertrouwen en uw stem te verdienen, dan laten wij samen op 15 maart dat krachtige, progressieve geluid horen. Dan worden we niet langer overstemd door de schreeuwers. Dan laten we zien dat het Nederland waarin wij geloven, waaraan wij willen bouwen, dat dat Nederland bestaat. Dat het kan groeien. Dat wij hier meer gemeen hebben met elkaar dan wat ons kan verdelen. Dat is het Nederland waarin een toekomstig Oranje van een Abel, een Cem, een Jaap, een Muad, een Justin, een Luca, een NS als één team ons 15 jaar van hier tot wereldkampioen schiet.